weer wat nieuws in Medemblik, namelijk? Event Medemblik. En wat is dat? Event Medemblik is een samenwerking tussen Corona en mij voor groepsarrangementen. En dat houdt in? Wij hebben samen steeds met elkaar gesproken van dat er allemaal zulke leuke dingen in Medemblik te doen zijn. En dat er eigenlijk iets moet zijn wat dat met elkaar verbindt. Corona, hoe is dit ontstaan? Een aantal jaar terug heb ik alle ondernemers Medemblik bezocht in Medemblik. En toen al merkte ik dat er onder de ondernemers ontzettend veel bereidheid was tot samenwerken. Dat men gelooft in de kracht van samenwerking. En dat eigenlijk de administratieve romslomp eromheen eigenlijk hetgeen was wat de mensen weer hield. En Ger en ik dachten, we begrepen toen dat op het moment dat wij stukje op ons nemen en als event Medemblik faciliteren en helpen mensen te verbinden, ondernemers te verbinden, dat we een prachtig collectief tot stand zouden kunnen brengen. Gerda, nu kom ik als wereldvreemde toerist in Medemblik. Hoe kan ik jullie herkennen? Waar kan ik jullie vinden? We hebben inmiddels een website gelanceerd, eventmedemblik.nl. We gaan een magazine uitgeven en het is nu eigenlijk voor ons de taak om meer naar buiten te treden en richting de consumentengroepen met name natuurlijk die te vinden. Corona, en wat gaan jullie allemaal doen? Medemblik, door de hele gemeente Medemblik of alleen de kern Medemblik? Nee, het is gemeentebreed. We hebben door heel gemeente Medemblik heen hebben we partners. En samen met die partners organiseren we groepsarrangementen. Iedere partner organiseert een activiteit. Medemblik barst van de leuke activiteiten voor groepen. En we hebben een gids. En middels die gids kunnen mensen of een groepsuitje op maat samenstellen. Of zich laten inspireren door een van de vele inspiratiearrangementen. En per wanneer gaat het beginnen? Is het al begonnen? Ja, we gaan per 1 juni zijn we van start gegaan. Al eerste aanvragen binnen? We hebben ook al een eerste aanvraag binnen, ja. Daar waren we heel blij mee. Dat werd ons echt gegund, dus dat is heel leuk. En gaan jullie nou ook nog samenwerken met de andere organisaties hier in Medemblik? Nou, wat het leuke is, we wilden een basis neerzetten. We hebben nu een mooie basis waarop ook andere ondernemers, toeristische ondernemers, makkelijk op aan kunnen haken. Dus we willen iedereen van harte uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten. We hebben zich al 25 partners inmiddels bij ons aangesloten. En eigenlijk werden we met open armen over ontvangen. We verzorgen groepsuitjes met net dat beetje extra's in de vorm van gastvrijheid, eigenheid en... Ja, we willen gewoon iets extra's toevoegen.